Het is heel gezellig. Zit je op tussen de luisteren en denken van, we gaan even niks te dwaan of het iets dan een kleren of wat ik maar wat voor reden werd. Ik kom even naar de smouten en zorg in om hoeken. Een oordboelens leender is er ook al binnenkomen. Die is je oor bennen en die is je net meer, maar die zit je wel bij. Dus misschien kan je hem even zien als je hem nog kennen. Ik vertel je naam. We gaan nu aan tafel de snuffelschuur Pompoen. Eva Mos, camping, reis en rompte. Mos. Zeg ik dat net? Nee, dat zijn Mos. Moes. Maar het moes werken. Het is Mos. Moes. Je stiert Mos. Hmm. Wat is moes? Mijn u. Mijn u. M-O-U. Appelmos zonder appel. Meest knap duurlijk is. Camping, reis en rompte. Dat is Raymond van der Schaven. Leeds River Ranch. Of Leeds River Ranch. Leeds. L-I-T-S. Ja, dus Leeds. Ja, de rivier, hè? Zaken van de Kloet. Ja, ja. Dat is bekend. Goed, welkom. We gaan je hem uitnodigen omdat je hem nou, een beetje synoniem stelt met wat ondernemers. Hier, of, maar ik mocht daar geen ondernemer nemen. Eva. Nee, ik ben meer een hobbyist, maar uit gehaar aan een hobby. In de boel aan het slaan. Ja. We zijn hier nu 4-4. En ik ben eigenlijk direct begonnen met een kamer van, of eerst alleen een squatter. Namelijk, ik zei het al, het is snuffelskuur. Skuur, nou ja, squatter. Maar inmiddels is het niet meer in een squatter, maar in een varkamer, vathoos. In het oude skwalmasterhoos. Helaas is de oude skwallen net meer achter ons hoos, maar nou ja, het hoos zit er nou wel. Oké. Okay. Ik ben geen ondernemer, hè? Ik ben geen ondernemer, nee. Ik ben een hobbyist. Ja, dat zei ze van de voordeel, hè? Waar ze mag even vertellen wat het verschil is. Ja, de Leeds River Ranch zaken. Wat is de Leeds River Ranch? Nou, onhek je het op wat ze krek zei, dus wij zijn wel een onderneming en we ondernemen van alles. Dus hinders, hoen, Lietzenband, Grutteband, muziek, ja, trailtochten, speurtochten, kwart zijn van, maar ja, uw hoofdactiviteit is natuurlijk wel iets minder. En dan rest ik nog quarter horses. Wat voor dingen? Quarter horses. Ja, mooi. Een speciaal soort paard. Ja, ja. Kom je uit Amerika bij. Mooi zo. Kom maar eens over om camping reist daar rond en nou, dat is iets, dat snap ik. Ja, maar een camping. Ja, dat klapper. En wat voor camping is dat? Is het boerencamping of is het gewoon een boerencamping, ja. Ja. Ik heb meestal een paar dagen staan en dan trekken ze verder. Moet je hem daarvan leven? Nee. Kan je hem daarvan leven? Nee. Ik net. Nee, ik net. Is het gewoon een hobby dan? Dat is meer een hobby van site. Dat is de betere bessen. En nou, wie mag leven van de droge wiast en de barbecue pakket. Dat doe je week bij? Ja. Ja, maar wat is dan die core business, om het maar even goed vries te zeggen? Nou, in het vlees. Vlees, hè? Ja. Ja. En dit camping hem erbij? Ja, klopt. Oké, okay, goed. Kom ik even om bij Eva. Hè? Want dat trekt het me wel. Dus zei ik ben begonnen in de score. Zo jit het, ik word. Snuffelschuur, de pompoen. Ja. Dit is je de haar aan. Maar door zegt, dan maak je het wel omzet. Wat is omzet? Omzet is als de zin is. Nee, omzet is gewoon als gewoon iets verkeerd. Heer, is omzet als iets vergeven, wat is omzet? Dat klopt. Ja, ja, het is maar iets omzet. Ja, het is omzet. Het is net iets west van leven kerst. Nee, nee. Het is omzet. Een boezint, ja. Ja, een boezint. Nou, dat klinkt beter. Ja, maar goed, maar een boezint, maar, best, maar goed, dat was verkeven. Dus verkeven is toch een derde partij. En dan zei het een beetje, wat doet het met geld dan? Is dat voor jezelf dan? Of zei het van, ik ga het nou een goed doel of weet ik veel wat? Nou ja, je moet weer naar je materiaal kijken. Dus is het jen op en dan moet ze bij weer zo'n gesprek al even verkocht. En je krijgt een nieuwe bestelling. Ja, maar je wil weer naar je jen kijken. Ja. Ja. Maar wat is er te vinden bij de einde snuffelschuur? Nou, het zijn dingen uit grootmoeders tijd, zeg maar. En hebben dingetjes en dingen die ik zelf maakte. En dat nog het meeste, dingen die ik zelf maaitje, die ik breidje, die ik timmerje. Ik kan ze eigenlijk net opnoemen of het is er wel. Dat is handig om dingen te maaitje. Nou, wat je ze. Nee. Ik zeg dat net voor mezelf, maar... Door hart en scoren. Ik ben creatief. Ja, ik ben wel creatief. Ja. En slaat dat doen? Op zich wel. Het gaat een product via een website. En als ze nou dan haast meestal echt onderdoor. Af en toe krijg je een telefoontje van, nou, kan je Jet van een dat je Harley Davidson moet meiden, ken je een van mijn meiden. En dan begint met Harley Davidson en uiteindelijk rent het uit naar alle je chauffeurs die vragen van, nou, een van een Scania, Volvo en noem maar op. En die maken ze dan? Die meiden ze dan. Soms dan maak een vaart achter ze dat van Sinterklaas bedoeld is. Ja. Of haar een verjeerje, maar
Meesteen hakt we op voorraad. Stel je voor dat die scoreraars helemaal vol is, of het wordt steeds grutter, die belangstelling wordt grutter. Hoe lang kan je dan volgen dat het hobby is? Goeie vraag. Ik kan graag geen antwoord op jou. Okay. Kom er nog een keer op waarom. Je hebt op een camping. Hoe lang doe je dit al? Hoe lang hangt die camping erbij? Ik denk dat de camping nog een IS 4 steeds. En wat voor mensen komen daar? Nou ja, hoofdzakelijk wat oudere mensen. Of mensen met een camper die dan een paar dagen een nachtje willen. En dan gaan ze verder. En wat vertel je hem dan wat je er zin is? Want als ik... Ja dat is natuurlijk... Het eerste plek wat ik aan het denken om camping. Nee, maar even naar hoe heet dat? De Lietse Hoeskes daar in Harkema, hoe heet dat? Spitkeet. Nou ja, en... Dat is toch? Ja, en je brood meestal die fietsen. Nou, ik heb het westkwartier en zo. Dat doe ik zelf dan ik. Of de lijnen om. Dat is ook hartstikke mooi. Ja. Ah, ik heb bij jullie op de website van alles gezien. Allerlei suggesties om te doen hier in de buurt. Luc, niet zo... Je hebt hier een hele hoop leuke dingen om te bezichtigen. En je kunt hier prachtig mooi fietsen. Ja, klopt. Ik kom eens langs op een camping. Ja. Misschien maak ik daar een tijdje. Ik wat Raymond zei van... In de boel is lonen. Dat denk ik stel voor doen als een recreatie ding. En ik denk dat dat ik wel klopt, want waterwereld kan boelens longen. Ja, en dan denken ze vaak, wat voor noemer? Wat voor stretten? Nee, dat is een plak. Ja, en dan zit je, zowel Raymond, mijn zienonderneming, als wij, het Liz Riverens. We zitten zo'n beetje 5 kilometer, zo'n beetje. Ja, boet nut. Maar ja, goed, je mag nog een keer een plakje hebben. Nou, zo stonden we toen in, dus had ik in Prot in Amsterdam op merken. En gaan we op poetsjes, gaan we droge jas tegen. En dan is die boel aan het slaan op. Maar toen was in Amsterdam, vlakbij de rij, dat is de boel aan het slaan. En toen zei die man, hij zei, we kunnen weer vinden. Want hij zei, ik ga maar kleren lopen zoeken. Maar jullie hebben geen winkel hier en de boel aan het slaan. Ik zei, nee, klopt, dat is een dorpje vlakbij Drachten. Och, ja, logisch dat ik het niet weet te vinden. Maar ja, zo, dat is de boel aan het slaan. Ja. Dus zei het toch een dorpje vlakbij Drachten. Is dat namelijk, als je hem uitlissen maakt bij Boelens Leren Leidt, wat zit hij dan? Zit ik meestal tussen Drachten en Rusterveen. Ja. Ja? Ja. Ja. Dan weet je meestal niet wel. Nou, maar ze toch nog wel vaak even vertellen dat ze absoluut net in het dorp ziekje matten, maar in het boetegebied. En wat dat betreft hebben we dan nog het voordeel, we zitten aan de oude betonwei. En dat is bij een huilen, praten we Friesen nog heel tijd een begrip. Maar weer gelokken, dat is Tom. Ja, en dat komt er wel. Ja, mooi, hè? Ja. Dat is een mooi verhaal.